Er zijn 6 zaken die de aantrekkelijkheid van je woning direct of indirect beïnvloeden. Die noem ik de 6 sleutelfactoren van verkoop. En goed toegepast kunnen elk van deze 6 sleutelfactoren ervoor zorgen dat je huis wel verkocht wordt. Verkopen begint altijd met het in goede conditie brengen van je woning. Je kan hierbij denken aan de pluspunten van je huis beter naar voren laten brengen, of het oplossen van zaken die kopers juist belemmeren om een klik met je huis te krijgen. Voor veel kopers is de locatie belangrijk. In de eerste plaats denk je dan aan de buurt of een plaats waar het ligt, maar het gaat ook over de exacte ligging ten opzichte van de zon of de aanwezigheid van buren. Als verkoper wil je alle positieve aspecten van jouw locatie zoveel mogelijk laten zien. Een verkeerd gestelde vraagprijs is een van de belangrijkste redenen waarom een woning onverkocht blijft. Starten met een goed doordachte en marktconforme vraagprijs is een van de slimste verkooptools en het middel om mogelijke kopers voor je woning te interesseren. Als niemand weet dat de woning te koop staat, kan het ook niet verkocht worden. De juiste marketing zorgt ervoor dat jouw specifieke doelgroep en dus uiteindelijk jouw mogelijke koper ook echt bereikt wordt. Iedere stap van je verkoop, dus ieder contact tussen koper en verkoper, vanaf de eerste afspraak voor een bezichtiging tot aan de sleuteloverdracht, heeft invloed op het uiteindelijke verkoopresultaat. Denk daarbij aan zaken als kopers enthousiasmeren, onderhandelen en inzetten van diverse gunfactoren. Naast de financiering van de kopers gaat het vooral over de invloed van de eventuele onder- of overwaarde op jouw mogelijkheden als verkoper en de strategische keuzes die jij dan kan maken. Als je woning lastig te verkopen is, dan zal je aan de slag moeten gaan met een van deze 6 sleutelfactoren. En daar wil ik je graag bij helpen. Maak een afspraak voor een second opinion en ik kom bij je thuis langs en we gaan zorgen dat we jouw huis ook echt verkocht krijgen.